Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Hele gekke boot, wij zitten op de fiets. Maar een best vriendje. Lijkt wel een piratenboot, zeker. Er zijn 3, 1, 2. Moet sowieso nog hier. Ja. Is dat een taxi? Oké. Okay. Nou, kijk. Ja. Als ik ga filmen, doe je het natuurlijk niet. Maar je doet het zo. Toch? En daarom heb je die nodig, heel goed. Ja, slaapertjes. En doet de hele tijd zo. Ja. Ja, bellen. Yes. Zo ja, bellen blazen. Nu doet ze het wel zoals je hoort. Voor de camera doet ze het liever niet. Nee, dat is ook niet erg. Maar, dus ik heb even wat slabbetjes van die bandana-slabbetjes. Die ze gewoon de hele dag om kan hebben. Zeg maar, zonder dat ze wat eet. Hij geeft op bed te spelen. Ja, doe jij de geluidseffecten? Doe jij de geluidseffecten? We passen wel mooi bij elkaar. Oh, doei. Zo, zullen we sleutel mee? Ja. Papa gaat even naar de garage de auto ophalen. Bij best vriendje was het heel gezellig, zoals altijd. Niet dat je echt aan praten toekomt. Dus we gaan alweer even borrelen. Vanavond ga ik ook borrelen. Met een ander supermarktje. Heel veel zin in. Heel veel zin in. Bijna blazen. En dus ja, dat wordt leuk. Zij is echt een heel stuk kleiner dan wat ik ben. Het scheelt al nou, 20 centimeter of zo. Dus ik zei al, ga je op hakken of op gimpen? Want als zij op gimpen gaat, ik op hakken, dan wordt het alleen maar erger. Dus, even checken. Even checken. Ja. En ja, ik heb nu 2 outfit opties. Als het schipbord moet ik misschien nog iets meer casual, maar ik heb, ja, ik weet het allemaal niet meer. Maar ik dacht, leg dat was klaar, want dan kom ik natuurlijk vanavond, hoef ik dan iets minder te haasten. De kinderen in bed leggen, ja. Dus, ja. Ja. Heel veel ontspanning hier. Geen pakken. Nou, we zijn alweer wat uurtjes verder en ik heb me net even omgekleed om te gaan borrelen. Dit is wat ik aan heb. Dit is een topje van Pieces volgens mij. Zo. En dan moet ik nog even hakken aan. Maar dit is een beetje, het heeft een soort overslagje. En dan een broek heel oud al van, ik denk, Bershka. En dan doe ik gewoon hakken aan. Mijn haar heb ik verder gewoon. En ook make-up heb ik vrij basic. Dus ja, ik ga er vandoor. Ik ga de camera niet meenemen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is zaterdag en ik ga kapot. Het was echt een fantastische avond. Ik zit echt ook in het licht. Dat was echt niet ophaald op dit moment in mijn leven. Het was echt... Uiteindelijk haakte mijn best vriendje en haar vriend nog aan. Die vriend dacht overigens dat ik met Sven was. Dus die dacht gezellig. 2 stelletjes. Maar het was 3 hysterische vrouwen. Maar het was echt een hele gezellige avond. En nou, uiteindelijk zijn dat vriendje met wie ik was. En ik zijn nog doorgegaan. Nou, ik lag om 4:30 in bed. Ik ga echt een redelijk stuk op dit moment. Ik heb helemaal niet zoveel gedronken. Maar ja, ik kan gewoon A, nergens meer tegen. En B, weet je, om 7 uur... Nou, 7:10 kruipt Niels gewoon tegen me aan.
Nou ja, dat is niet, daar heb je niet heel veel geslapen. Nou, ze hebben me wel op zich laten liggen. Ik had oordopjes in, maar die werkte niet. Ik had nieuwe oordopjes gekocht. Note to self, nieuwe oordopjes, belangrijk. Maar goed, ik had nieuwe gekocht, maar die, ja, dat werkte niet. Dus ja, dan hoor je toch echt alles. Hij heeft me echt heel lief laten liggen. Tot een half uurtje geleden. Dus het was 9:30. Maar ik ben echt... Een vriendinnetje die wilde haar afspreken vandaag. Maar ik zei ja, vanavond. Ik dacht nou, weet je, dat kan ik echt niet handelen. Oh, wat stuurt ze nu? Ik had verstuurd dat ik een beetje kapot ga op dit moment. Maar goed. Niels en Sven zijn de deur even uit. Niels is sporten. En ligt te slapen, dus ik ga even ontbijten. En daar knap ik vast van op. De vriendin met wie ik was, die stuurde ook echt allebei al echt. Help, help. Het gaat niet zo goed. Het was echt heel gezellig. Het was echt ook weer even leuk om te doen. Maar zoals je mijn stem hoort, hebben we gewoon heel veel gepraat. Het was echt, ja, gewoon even lekker bijkletsen en dansen en zingen. Ja, het was top. Goed. Anyhow, ik ga maar even yoghurt eten. Ik had eigenlijk heel erg zin in omelet, maar ze had wel heel lieve yoghurt gemaakt. Dus ik denk, nee, eet ze tot maar, hè. Nou, we zijn even verder. Ik ben inmiddels, heb ik even fris neus gehad op delen. Dat was wel nodig. En we gaan nu even lunchen. En ik zei tegen hem, oh, ik heb zo'n zin in de McCroket. Maar ja, weet je, dat kom je ook niet in 20 jaar. Maar toen zei ze, weet je wat je kan doen? Ja. Ja. Over kroketten hebben wij nog nooit gegeten, maar dat gaan we dus nu gewoon doen. En dan gaan we even relaxen. De kids gaan al slapen en dan ga ik daarna. En dan ga ik daarna eventjes met Niels naar een café hier in de buurt om een vriendinnetje te zien. Dus ik krijg trouwens echt zo vaak de vraag over die rammelaar. Ik ga hem even laten zien waar die vandaan is. Deze, die is namelijk fantastisch. En die heb ik dus als kraamcadeautje gekregen. Je kan hem in, zeg maar, primaire kleuren nog vinden bij Bol. Maar degene van wie ik hem heb gekregen, die wist ook niet waar die van was. Maar die had hem in winkels gekocht en daar hadden ze hem niet meer. En die was er ook naar op zoek. Het enige is dat je, als je op AliExpress zoekt, kan je iets soortgelijks vinden. Maar ik weet dus niet of dat ook, zeg maar, ja, helemaal... Staat je goed hoor. Mooie cowboy laarzen. Zie je, ze zijn mooi hè? Ja, ze zijn heel mooi. Ja, het zijn mijn laarzen, dus ik vind ze wel mooi, ja. En zit je, ben je nu mee in de boot? Ik sta al in de boot, maar ik moet nog even verder met opruimen. Want kijk, het is nog steeds rommel. Het is avond en zaterdag. Dat betekent, hier is de mol. We gaan beginnen. We hebben ook allebei zo'n app. Kijken wie... Wie er dit jaar wint. Volgens mij heb ik vorig jaar gewonnen, toch? Goedemorgen, het is zondag. Ik ben weer in het land der levenden. Hè, wat is het toch fijn om je weer jezelf te voelen. Hè? Ik kom gisteravond na Wie is de Mol en Moltok echt mijn ogen niet meer open houden. Dus ik zei, Sven, wil je alsjeblieft de laatste fles doen? Dan ga ik slapen. En nou, dat heeft hij gedaan, maar uiteindelijk lag ik er, weet je, voordat je dan getandenpoetst bent en alles. Dus toen lag ik om 9:30 in bed, maar ben ook echt meteen vertrokken. Ik heb echt helemaal niks meer van die fles meegekregen of zo. Knock-out. Vannacht had Niels nog weer een ongelukje. Ja, heel klein beetje, maar ja, hij was er zelf wel van overstuur. Want ja, hij wil dat gewoon natuurlijk niet, dat snap ik. Maar goed, wij zeggen ook altijd, dat is helemaal niet erg. En ik verschoon gewoon in bed en dan Sven trekt hem een schone pyjama aan. En zo zijn we eigenlijk heel snel weer klaar. Dus nou, dat was prima. Ja, en toen vanmorgen. Ik had dus gezegd van, joh, als jij alsjeblieft even die laatste fles doet, dan doe ik de ochtendshift. En omdat hij natuurlijk de avond ervoor, meestal doe ik de laatste fles. Maar ik dacht, nou hè. Dus nou, om 6:50 lag kroop Niels bij mij in bed. Dat mag dan, dan is zijn schaapje wakker. Dus dan mag dat. Maar Eden was ook alweer vrij snel wakker toen. Normaal staat ze door tot 8:30. Zo zeg maar, is ze eerder honger. Alleen is ze nog wel moe. Dus ik heb er geloof ik om 8:30 zo'n fles gegeven. Ik denk dat ze om 9:00 weer in bed lag. Het is nu, ik heb geen idee hoe laat. Maar ze ligt nog steeds te tukken. Ik denk dat het 10:30 is of zo.
Dus ja, maar goed. Vandaag is code geel, dus ik denk niet dat we heel veel gaan doen. We vinden het allemaal wel even prima zo. Maar er is een nieuwe fase aangebroken in ons leven. Namelijk de fase dat Niels zelf op zijn kamer gaat spelen. Zo cute. Hij zegt, mag ik even op mijn kamer spelen? Ja, natuurlijk mag dat. Doe dat. Maar het is echt, zit hij daar heel schattig. Love it. Zeg, zo gek hoe dat gaat, dat soort dingen. Ineens doet hij dan weer iets of mij deed. Hij ging vanmorgen, ging echt stuk. We zaten aan tafel en ging in zijn. Ik heb een tijdje geleden zag ik bij de Action zo'n opschrijfboekje liggen van Captain America. Met zo'n pen met waar je verschillende kleurtjes kon doen. Weet je wel, dat je vroeger had zo'n soort balpen met van die meerdere schuifjes. Gewoon, dat vindt hij wel mooi. Dus ik zei, ja, ik ga een tekening voor jou maken. Oké. Dus wat ga je maken? Nou ja, Captain America. En die staat zeg maar voor op dat boekje. Dus ging hij steeds zo tekenen en dan ging hij zo even omklappen, even kijken van, oh, hij heeft ook nog een muts op. En dan ging hij weer. Fantastisch. Ja, mooie fase. Beppie is wakker. Ik had haar broek al los, want ik had net een luier, maar anyhow, doet er weer niet toe. Maar ik dacht, ik leg haar even in het bedje andersom, want ze zit altijd zo daarheen te kijken. Nu kan ze het even zien. Nu ga ik haar gezicht wassen. En haar outfitje van vandaag wordt dit lekkere broekie. Van, ik weet niet waarvan. Kwapie. Nou, dit, want ze kwelt echt als een dolle sier. Een slabbetje van Meiko. En dit truitje van, volgens mij is dat Bes. Ja, Bes. Ja, gaan we je aankleden. Had je een mooie knuffel te pakken. Heb je een mooie knuffel te pakken? Zo. Wat is dat? Wat is dat? Ja, ze had ontstoken ogen, die zijn gelukkig voorbij. Ja, gelukkig wel, hè. Oh, hé, lekker. Hé, lekker. Wat je hoort is trouwens de wasmachine die bijna klaar is. Dat zou ook gebeuren. Zo, dat is gezellig. Ja. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Ja, gisteren ging ze trouwens meezingen. Dat was echt hilarisch. Ik weet nou niet meer welk liedje ik zong. Maar ging ze steeds heel hard meezingen. Ja. Ging je met mij meezingen, maar ja, welk liedje was het nou? Ja, je hebt zo'n mooie stem. Je hebt zo'n mooie stem. We kunnen ook een ander liedje zingen. Ja. Ja, zet jij hem in? We kunnen ook een ander liedje doen. Want ik weet niet meer welke het was. Ja, het was wel iets hoogs. Ik weet niet of het voor iedereen die nu kijkt, zet het geluid zacht. Dan gaan we zingen. Ja. Oh, ga jij beginnen? Ja. Klein, groot autootje, waar breng je ons naartoe? Naar opa en naar oma en naar de koetjesboer. En de handjes gaan klap, klap, klap. En de voetjes gaan stamp, stamp, stamp. Klein, rood autootje. Ja. Nou, je gaat niet meezingen, maar dit is ook gezellig. Dit is ook gezellig. Zo trouwens zoiets. Niels die deed nooit echt helemaal gaan kronkelen op het aankleedkussen. Maar echt, ja. Nee, stil liggen, hè. Ja, nee, dat is ook helemaal niet nodig. Dat is ook helemaal niet nodig, hè. Maar die gaat dus echt altijd helemaal als een soort slang kronkelen. Zo over die. Nu ligt ze stil, maar toen net even de camera uitviel was ze weer ondersteboven. Ja, terwijl Niels blijft altijd gewoon netjes liggen. Ja. Toch anders, hè? Oh, kijk, daar gaat ze weer. Daar ga je heen. Ja, die komen naar binnen. Die komen naar binnen. Ja. En ze is wakker. Ja. Zo. Dat past best nog, hè? Dat past best nog. Zo. Knoopjes. Ja, het is vies, hè?
Ja, wij gaan straks lekker, lekker de regen in. We zijn aan het tekenen. Ik moet nu een stad maken. Ik krijg steeds nieuwe verzoeken. Maar moet je dan ook nog snel tekenen? Want het hangt dan over je heen. Nou ja, het spreekt voor zich, hè, wat ik ga maken. Ik heb het. Dat is een heel enorm talent. Nu moet ik een boef maken met een koffer. Dus nu zijn de potloden nodig, want dat wordt wel heel secuur werk. Een boef met een koffer, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Ik kleur lekker verder. Ik let op je tekening, ja. Een boef met een koffer, jongens. Ik heb nog helemaal niks te maken. Ja, wil jij het eerst laten zien? Dan moet ik nog wel even oefenen, Niels. Kids liggen op bed, dus ik ga een poging doen om aan dit boek te beginnen. In de hoop dat ze allebei tegelijk slapen. De Anne-edit, dit is van Anne Newton en dat is van haar YouTube kanaal. Dus mocht je het niet kennen, is wel heel leuk. Een edited, nee, dan zeg ik een edited line, maar zo heet haar YouTube kanaal niet. Dat heet The Anne-edit. Goed, dus misschien staat het hier ook wel. De Anne-edit, dat is haar YouTube kanaal. En er staat, dat wist ik hem niet, een typische maagd is, ik ben ook maagd. Maar nou ja, goed. Ik ga het even lezen. Ik ben benieuwd. Oké, ik sta het open, dus meteen al dit. Oh, love it. Goed, ik ben heel benieuwd. En ze heeft volgens mij ook allemaal nog allemaal van die templates en zo in de. Heeft ze hier ergens een link in dat boek staan dat je daarbij kan. Superleuk. Ben benieuwd. Gewoon bij bol.com besteld. Chef en ik gaan sowieso maken. Het is code geel. Dus het is trouwens niet te zien. Maar goed, het schijnt code geel te zijn. Dus dan gaan wij bakken. Weet je wat het heet? De Zeeuwse bolussen. Waar lijkt het op, vind je? Pepernoten! Nee, het is veel groter. Vind je het niet een beetje lijken op een drol? Nee. Nee? Vind je niet lijken op een drol? Nee. Nou, ik wel. Even kijken. Nou, wow. Wow. Twee zakjes. Dit is voor de overheen, dus voor straks. En we beginnen hiermee. En wat is dat? Dat is de mix om de bonussen mee te maken. Hé, hey, jij moet een fraai pakken. Ja, ga ik ook doen. We hebben een kom nodig. Oh ja? Ja. Dat hebben we niet nodig, hè? Dat hebben we niet nodig. En ik denk dat we de oven alvast even moeten voorverwarmen. Waarom dan? Omdat we straks in de oven moeten. Maar jij moet... Oh nee, we moeten ze... Nee, moeten ze eerst moeten we ze nog laten rijzen. Dat betekent dat we ze straks neer moeten zetten op een beetje warme plek. En dan wordt het steeds groter en groter en groter. En is dat daar? Ja, dat moet daarna nog. Dus het moet wel een we moeten wel een tijd wachten. Dus het wordt vanavond een toetje. Wij zijn onderweg naar de winkel, want onze boodschappen zijn 2 uur vertraagd. 2 uur! Dus nou, dan gaan we maar even het hele gezin. Niels op zijn fiets met trappers. Ja, lief poesje. Nou, ik zou graag het verhaal willen van de Ninjago. Ninjago. Wil je dat verhaal vertellen? Deze meer? Ja, graag. En één en ook. Nee, maar... Ik vertel dat goed. Waar ga je Ninjago dan vertellen, toch? De zon zegt de zon zegt ja. En dan moet je... Ik heb ook... Ik heb een poppetje staan en ik moet jullie hebben. Maar wij gaan
één is wel een beetje klein spul. Ja, oké. Okay. Nou, gaan we het verhaal aan luisteren. Ja, nu gaan we dat. Maar ik moet er wel dit knopje. Het is alweer maandag en ik ben gisteren helemaal vergeten af te sluiten. Het was een beetje een raar weekend met mijn enorme gaarheid. Maar ja, ik ga zo de deur uit. Ik ga even mama helpen met een bril uitzoeken. En verder ga ik gewoon weer rustig aan doen vandaag. Dus ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Doeg!